Dit is de Panasonic GA5 met de Panasonic XLR1 adapter bovenop gemonteerd. De adapter die staat bovenop de accessoireschoen. Je schuift hem erop. Aan de achterkant bevindt zich een vergrendeling en door die naar rechts te draaien zit die vast. En aan de rechterkant bevinden zich de XLR ingangen, twee stuks bovenop. Een cold shoe, hier kun je een lampje of een microfoon op aansluiten. Aan de voorkant zit helemaal niets. Aan de achterkant zit een lampje zodat je kan zien dat die aanstaat. En aan de linkerkant bevinden zich alle instellingen die je kunt maken met deze adapter. Het is verdeeld in twee delen, links en rechts. Ik zal de instellingen doornemen. Hier hebben we staan input 1, line, mic, plus 48 volt. Line gebruik je als je een XLR krijgt van de muziekband vanuit de mengtafel om het geluid op te nemen. Mic dan voor de microfoon en plus 48 volt houdt in dat de microfoon dan voeding krijgt van de XLR adapter. Iedere XLR microfoon heeft voeding nodig en dat krijgt u dus uit deze adapter in dit geval. Hier zien we gain. Gain staat voor versterking. We kunnen kiezen voor plus 20 of min 20. Low cut, dat wil zeggen dat we de wind eruit kunnen filteren. Van 0 tot 160 kan je hem instellen. 160 houdt in dat je de meeste wind eruit haalt, maar ook niet alles. Deze instellingen voor het linkerkanaal vinden we ook terug aan de rechterkant met gelijke instellingen. Je kunt één microfoon aansluiten en het geluid verdelen over het linker en rechterkanaal. En je kunt ook uiteraard twee microfoons aansluiten, dan is dit het linkerkanaal en dan is dit het rechterkanaal. Mocht je één microfoon aansluiten, dan zou je ervoor kunnen kiezen om door deze bijvoorbeeld op min 6 dB in te stellen bij de piek en deze op min 12. Mocht je de min 6 gebruiken en het geluid toch te hard zijn, dan kun je altijd de min 12 gebruiken. Kleine uitleg, 0 dB is 100% geluid. Als het geluid harder is opgenomen dan 0 dB of als 100%, dan is het geluid kapot en dat is niet meer te repareren met software of met welke andere tool dan ook. Het is dus zaak dus dat je onder de 0 dB blijft of onder de 100% blijft. Een mooie adapter die gemaakt is voor de Panasonic GA5. Een mooie aanwinst en eigenlijk kun je als filmmaker niet zonder deze adapter.